Goedemorgen. Vanochtend is goud op een all-time high gekomen. We zijn dus over de top van 2011 heen. 1932 zag ik net. Ik denk dat die zelfs ietsje hoger is geweest. En mooi, maar ik moet er wel bij zeggen, realiseer je dat zilver procentueel vorige week harder gestegen is. Het is nu het moment voor zilver, niet voor goud. Ik ga ook zelf weer goud winst nemen. En dan liever in zilver zitten dan in goud. Maar goed, dat is eigen keuze. We zitten in ieder geval op een all-time high. Ander nieuws is voor mezelf. Ik ben dit weekend boven de 240 abonnees gekomen. Dus ben je nog geen abonnee op dit kanaal, abonneer je dan. Ik wil naar de 1000 plus, want dan kan ik met dit kanaal meer doen. Ik heb vandaag al een nieuwe camera gekocht, dus ik wil er echt wel wat voor doen. Dan nog een puntje. Een tegenvaller voor Boeing. Ze wilden de 777X wilden ze dit jaar gaan uitbrengen, het grote vliegtuig. Maar de kans bestaat dat dat pas echt 2021 en misschien zelfs al 2022 gaat worden. Vraag naar grote vliegtuigen is weggevallen. Daarnaast is er nu de ruzie tussen China en Amerika. En de grote kans dat natuurlijk die grote vliegtuigen als een soort van handelingswapen gebruikt gaan worden. Dus ze durven het niet aan om hem al uit te brengen en kosten te maken om al vliegtuigen te maken. Dus uitstel. Verder is Bitcoin is in dollars gemeten weer boven de 10.000 gekomen dit weekend. Dat is belangrijk. En we zien dat Ryanair 165 miljoen euro verlies heeft gedraaid. Ik vind het een walgelijk bedrijf. Echt, ze gebruiken hun personeel als slaven. Ik heb er ook nog nooit mee gevlogen. Probeer het ook niet te doen. Maar ja, het is goedkoop vliegen. Ik weet niet of we dat als maatschappij echt zouden moeten willen, zo'n bedrijf, op die manier. Maar oké, ze hebben een verlies gedraaid. Dat kunnen ze niet te lang volhouden, dus misschien lost het probleem zichzelf al op. Verder is een hittegolf al weken in Siberië. Er zijn enorme bosbranden daar. En ja, die branden daar gewoon maar uit zichzelf, want er is geen mens in de buurt die daar woont. En laat staan brandweer om er wat tegen te doen. Dus dat is een enorme milieuramp die daar plaatsvindt. De permafrost die ontdooit, daar komt een methaan vrij. Dit is niet leuk, dit is niet goed, maar het is wel het geval dat er iets bezig is. We hebben ook nog eens een keer uit Amerika wat bericht. Het lijkt erop dat de Republikeinse senatoren niet akkoord gaan met het voorstel van de huidige president om bedrijven nog weer een belastingmeevaller te geven. Dus ja, ben benieuwd of ze dat ook volhouden. Maar er komt mogelijk wel een extra hulpprogramma vanuit de regering voor de bevolking. Maar dus niet voor bedrijven. Dat is verrassend, want de Republikeinse senatoren waren tot nu toe steeds op de hand van de bedrijven. Maar er vinden onderhandelingen plaats. Dus namelijk nog maar een paar dagen is er hulp voor de mensen. $600 per week krijgen ze nu een werkloosheidsuitkering. Dat is in mijn ogen te veel. Want dus voor heel veel staten is dat meer dan minimumloon. Aan de andere kant, daardoor is de crisis in Amerika nog uitgebleven. Ja, je kan het niet betalen. Het is natuurlijk allemaal monopoliegeld op deze manier. Maar ja, de crisis is uitgebleven. Dat heeft wel een voordeel. Dit is eigenlijk niet zozeer een basisinkomen. Het is veel meer dan dat. En ik denk dat Amerika zou moeten kiezen voor een basisinkomen. Ja, zo mag je dat niet noemen, want dat is te links. Dat gaat zeker niet gebeuren dat je dat zo gaat noemen. Maar wat er nu gebeurt is dat het in feite wel zo is dat heel veel mensen die dus geen werk meer hebben, praten over 30 miljoen mensen die werk zijn kwijtgeraakt op dit moment, dat die dus een soort van basisinkomen gaan krijgen. We gaan het zien. Dit is Tom Lossing. Tot de volgende keer.